Nico ziet daar met de vlag. Hij is de slotakkoord. Hier, dames en heren, gaan we de concentratie brengen op de start van de Basse Cup. Daar de rookplannen. En daar zijn we vertrokken voor die achtste ronde. Daar gaan we kijken dat dit de Vanessa is. Maar daar zien we dus inderdaad de keurige met de Roel Lenis. Lenis die daar als eerste de wacht zit. Dankjewel, Roel Lenis. Daar gaat hij. Lenis aan de leiding. Hij is wachtig. Daar gaat hij. En dan krijgen we op de tweede setje dat er voor elkaar een zetje is. We zijn de Lenis van het zetten van met de leading position. Hier gaat het Lenis zijn. En daar is het Vanessa naar de derde set. Lenis en Lenis. Leiders en leiders, daar hadden we wat mooi met die vuurwerk. En daar komt de aanval van Vanessa. Daar komt de aanval van zijn pijl op de tweede stek. En dat wordt afgehouden. Dan zijn ze gaan we dat zien. En we voor elkaar Roel Leiders aan de leiding. En de voorsprong van Roel Leiders wordt steeds groter en groter. Leiders heeft zuur, is in de flow. Heeft het te pakken. En dan zien we dat daar de strijd is. Van Jeff Leiders, dat kent ze daar met Martin van Essen. En van Essen die klopt wat die raad is. Maar die komt er niet voorbij. Nu, hij komt er niet voorbij. En we gaan kijken, want het gaat de liste komen worden. We gaan kijken of Sander Bramsen die daar nog mee blaast. Maar voorlopig gaat het crescendo. Gaat het geweldige dagen voor Roel Leiders. Jongen, oh, ik heb toch zo gezegd, geen bommetje. En er is het Roel Lenis die daar tussen die wagens door moet kijken. Hij moet op blijven letten, want hij rijdt op dit moment keurig aan de leiding. De man van groot verlaat houdt door de auto met vuurwerk. En ook Jack Lenis zit er voor elkaar. En daar gaan de man van autobedrijf van Essen. Daar krijgen we Bronzen. En daar krijgen we dan Dennis de Lange. Dat zijn de mannen in de top 4. En het is lastig, het is opletten geblazen en we zien nog steeds de eclatante voorsprong. Eclatante voorsprong daar van de Roel Lenis. Lenis die nu al recht op kan gaan zitten in de wagen en daar gaan we nog Jack Lenis voorbij gaan krijgen. En daar krijgen we dus Martin van Essen. En dat plooit alles langzaam maar zeker natuurlijk in de juiste plooi. Hier in de strijd om de Basse Cup. Oh!